Mijn vakgebied is geoinformatica. En met geoinformatica gebruiken wij drones en satellietbeelden om beter te kijken naar wat op de aardoppervlakte zich afspeelt. Dus bijvoorbeeld mijn eigen onderzoek kijkt meer naar het gebruik van drones in ontwikkelingslanden om bijvoorbeeld de sloppenwijken automatisch in kaart te brengen. Een idee hebben van wat nu eigenlijk in steden afspeelt is heel belangrijk voor ontwikkelingsdoeleinden. Maar heel vaak bestaat dit informatie niet. Dus we hebben gewoon geen huidige kartering van een bepaalde gebied. Dus als je denkt dat een sloppenwijk heel snel gaat groeien, als je wilt weten van hoe je de sloppenwijk kunt verbeteren, of hoe je bijvoorbeeld hulp moet verspreiden als er net overstroming is geweest, moet je weten waar de gebouwen zijn, waar de wegen zijn, waar de verschillende infrastructuur is. En dus met een drone, door van boven te kijken, kunnen we dat automatisch in kaart brengen. En daar richt ik mijn onderzoek op. Met daarbij dat we dan gaan kijken van hoe kunnen we zorgen dat we de algoritmes beter begrijpen, zodat ze ook even goed overal werken. En ook hoe kunnen we beter uitleggen, zodat we weten waar de zekerheden en de onzekerheden zijn, zodat ze ook echt beter tot besluitvorming kunnen leiden. Wat mij echt fascineert als wetenschapper is de snelheid van de ontwikkeling, de snelheid van de technologieën en om daarin mee te draaien. En dan ook door te kijken dat als we bepaalde processen beter kunnen begrijpen, als we echt gaan kijken van waarom gebeurt dit nou, dat we dan ook samen kunnen werken naar een betere maatschappij. Dat we soms ook door betere processen te begrijpen, kunnen we dan beter besluiten nemen. Wat ik ontzettend leuk vind aan lid zijn van de Jonge Academie, is het ten eerste om met zoveel verschillende andere jonge wetenschappers te werken die zoveel passie hebben en op een compleet verschillende vakgebied zijn van mijn eigen. En ten tweede dat het echt de ruimte geeft om niet alleen te denken wat voor onderzoek wij doen, maar hoe wij onderzoek doen en hoe wij samen kunnen werken om het systeem te verbeteren, zodat het beter functioneert in dienst van de samenleving.